De ruimte van mijn kleine kunsttempel wordt goed geventileerd. De hoge plafonds zorgen voor voldoende lucht. En daarom, no virus in huis dan, no virus on the mind. Nooit zal ik veranderen in een online galerie, omdat ik ervan overtuigd ben dat een waar kunstwerk, zoals Leonardo da Vinci schreef, gemaakt met de handen en de ziel van de kunstenaar, in het echt gezien moet worden, met de ogen en de ziel van de beschouwer. Zo'n ervaring kun je eenmaal niet beleven via het scherm van een monitor. Wanneer u naar de galerie komt, zal ik, als u dat wenst, een masker opzetten. Ik zal mijn mond bedekken, mijn neus, maar nooit mijn ogen. Want er bestaat immers een klein intiem orgaan dat zowel mannen als vrouwen bezitten. Een dunne draad verbindt dit orgaan met onze ogen. Onze ogen zijn een deel van onze hersenen die zich aan de buitenkant bevinden. Dit orgaan zit verstopt achter onze haren. Om precies te zijn, hier, achter het oor, daar zitten onze onzichtbare kieuwen, onze kunstkieuwen. Wij bekijken een kunstwerk, aandachtig, en deze kieuwen beginnen zich te openen. Via hun verbinding met de ogen krijgen onze longen en het hart extra zuurstof, een bijzondere soort zuurstof, de adem van het leven. Ik heb deze videoboodschap, mijn eigen kleine manifest, niet opgenomen omdat mijn schip zinkende is. Samen met mijn kunstenaars beleef ik een topjaar, na de lethargische sluimer van het voorjaar. Een record aantal kunstwerken is inmiddels van eigenaar verwisseld. De verklaring hiervoor zie ik in de dorst naar echte ervaringen, naar diepere waarden, die zich juist in deze tijd aan ons kenbaar maken. De galerie is geopend. Wees welkom. Mijn beste kunstliefhebber, geachte collectioneur.